Hallo, ik ben Adam en ik zit hier live in de animatiestudio's van TV Eckergem. We gaan nu een klein test te doen waarom dat de toren van Eckergem scheef staat. Zoals iedereen weet werd het vrijheidsbeeld ontworpen door Eiffel. Het was een geschenk van Frankrijk voor Amerika. Het werd over land verplaatst door België naar Oostende om dan met de boot naar New York te gaan. Maar ter hoogte van Eckergem, toen ze langs de kerk gingen, kwam er een felle wind. En het vrijheidsbeeld viel om, recht op de kerk. De politie kwam om het vrijheidsbeeld weer recht te zetten. Maar de toren die bleef scheef. De vervoerders gingen verder naar New York en ze lieten de toren gewoon achter. Maar wel scheef. Zoals je ziet is dat niet zo moeilijk om een filmpje te maken. En als je dat goed kunt, kun je wel later het jaar zelf naar Studio Eckergem gaan om daar zelf je eigen animatiefilmpje te maken. En misschien komt het wel op tv.